Apies! Hallootjes en goedemorgen. Het is nu donderdagochtend, 11:30. Kevin is aan het surfen en ik heb net eventjes ons bed afgehaald. Dan ga ik zo eventjes naar het wasvrouwtje brengen. Handig, want dat kan dan gewoon vanavond ook weer klaar zijn, dus dat is super chill. Dan ga ik haarverf kopen, want zoals je kan zien is mijn haar nogal licht. Dat komt eigenlijk vooral omdat ik het geblondeerd heb vorige zomer. En ik had het voordat ik naar Bali ging, had ik het weer donker geverfd. Alleen ja, door al die zon verkleurt het gewoon best wel snel weer. Nu zit het er gewoon een beetje, ja, het is gewoon lelijk. Ja, daarom wil ik het even graag donkerder verven. En daarna weet ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik ga doen. Dus, let's go. Ik ben op de een of andere manier weer op het strand beland. En ik ga maar weer even een sotto kopen om te lunchen. Kijk trouwens even hoe smerig dit veld is. Ik wil ook gewoon niet weten wie dit allemaal heeft vastgehouden. Ik ben net ook eventjes langs de haarwinkel geweest. En wacht, ik heb het hier liggen. Ik had nog zo tegen mezelf gezegd, ik wil alleen maar merken die je in Nederland ook kan kopen. Zodat je niet ineens de volgende dag je haar uitvalt. Maar nu heb ik dus me laten verleiden tot dit. Schuister, ja. Ik heb dus geen flauw idee wat het voor merk is. Ik heb ook nog dit erbij. Wat ik ook nog nooit eerder gebruikt heb. En dit. Maar ja, het moet ook een uur intrekken, wat ik best lang vind. Maar goed. Ik ben weer thuis en ik ga nu mijn haar even verven. Ik heb de haarverf erin zitten. Het is dus best wel een beetje aan het prikken op mijn hoofd. Dus ik ging gelijk even googlen of het nou wel een beetje betrouwbaar was. Maar toen zag ik dus dat het een kappersmerk is, ook in Nederland. Dus het zou goed moeten zijn, daar ga ik nu op vertrouwen. Maar ik heb wel besloten dat ik het niet een uur erin ga laten. Want op het doosje stond ook dat het maar een half uur tot drie kwartier hoefde. Dus ik ga gewoon een half uur aanhouden helemaal, omdat het nu dus ook een beetje geïrriteerd is. En ik heb het kwastje niet gebruikt die ik liet zien, maar gewoon met mijn handen gedaan. Dus het ziet er weer lekker smerig uit. En die nagels die kan ik nu dus al helemaal eraf halen. Bah. Zoals je kan zien is het gelukt. Ik ben niet kaal. Het is wel een beetje donker geworden, vind ik. Maar ja, dat is altijd wel een beetje zo bij mij. Dat het dan, volgens mij is dat bij iedereen zo, dat je het een paar keer moet wassen en dan wordt het wat lichter. Kevin zei wel dat ik wat plukken was vergeten aan de zijkant. En dat heb ik echt nog nooit eerder gehad. Dus die verf was geen aanrader helaas, pindakaas. Het irriteert trouwens niet meer. Maar ik heb wel allemaal vlekken gemaakt met de verf. Kijk maar hier en hier. Ook wat op mijn benen en op mijn buik. Maar goed, dat gaat wel weg. En mijn handen lijken nog steeds alsof ik de hele middag in de aarde heb gevoeld. We gaan lekker eten bij mozzarella. Ik heb het al een keer eerder gegeten en het is echt super lekker. Nou, we hebben net gegeten bij mozzarella. Het was lekker. Wat asso! Nou, het was heel lekker. Ik had een pasta met spinazie en zalm en room. Heel machtig, maar super lekker. En Kevin had een tuna steak. We gaan vanavond gaan we Batur beklimmen. Dat is de vulkaan of de berg? Sorry, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, de vulkaan of de berg gaan we vannacht beklimmen. En daarvoor moeten we om 2 uur in Seminyak zijn. En dan gaan we de zonsopgang meemaken. Dus dat is wel heel vet. Goede hele vroege morgen. We zijn nu net wakker. Het is 2:55. We zijn een beetje laat. En we gaan nu richting Seminyak. Want we worden om 2 uur opgehaald. Ik heb echt heel veel laagjes aan. Legging. Hemd. Lange mouw shirt en deze trui, want het gaat echt heel koud te worden. De klasgenootjes hadden echt winterjas aan op de foto's. Dus ik hoop dat het genoeg is. En anders hebben we pech. Nou, we zijn inmiddels begonnen met de trekking. Het is nu 4:15, dus we zijn een klein 3 kwartier bezig nu. En ja, zoals je ziet zie je echt totaal niks. Maar we hebben een zaklamp en het is gelukkig volle maan, dus dat scheelt ook.
Het is in totaal 2 uur lopen, dus we hebben nog even te gaan. We made it! En dit is ons uitzicht. Heel mooi. Appies! Heeft net even tomaatjes voor ons geplukt. Dus dit zijn echt super verse, hele lekkere tomaten. Ik zou ze normaal niet zo eten, alsof het een aardbei is, maar ze zijn heel lekker. Goedemorgen. Het is inmiddels zaterdag. Gisteren toen we terugkwamen van de hike, het was rond een uurtje of 12 denk ik, waren we zo kapot dat we zijn gaan slapen. En we werden echt om 5 uur denk ik weer wakker. En ja, nog steeds kapot. Voelde echt alsof ik gewoon een nacht flink had doorgehaald. En zijn we snel wat gaan eten, s'avonds nog wat gedronken. En toen weer heel vroeg op bed, echt 1 uurtje of 10. En vanmorgen werden we dus ook echt om 7 uur wakker of zo. Dus heel veel geslapen. Maar het was zeker de moeite waard. Jammer van de wolken, zoals je kon zien. Maar verder was het echt heel leuk. En ja, vandaag... Wat gaan we vandaag doen? We gaan zo even winkelen. We gaan naar een beachclub vanmiddag. En verder weet ik het niet zo goed. Het is in ieder geval super lekker weer. Even kijken of ik dat erop krijg. Ja, helemaal blauw. Dus dat is een goed vooruit. We moeten eventjes wachten voordat we kunnen eten en dan kunnen we eindelijk gaan zitten. Ik kreeg ook nog een mailtje dat ik vanavond eigenlijk mijn prik moet halen, mijn rabiesprik. Ik ben 4 weken geleden gebeten door een hond, dus daar moet ik rabiesvaccinaties voor krijgen. En dus die laatste moet ik eigenlijk vanavond hebben. Alleen ja, dat moest eigenlijk voor 7:30 en ik weet niet meer of dat nu nog gaat lukken. Dus we moeten even zien. Of het nog open is en anders ga ik gewoon morgen. Ik heb nu niet mijn prik gehad. Beetje dom, maar ja, dat doe ik dan morgen vroeg wel. En ja, ik heb net gedoucht. Ik heb dus even geprobeerd, of iets nieuws geprobeerd, want ik keek vanmorgen de laatste vlog van Anna Notion. En toen zag ik er onder tips dat tegen pluizen, dat je je haar beter kan drogen met een katoenen t-shirt of zo. In plaats van met een handdoek. Dus dat heb ik nu geprobeerd. Ik ben benieuwd of het werkt. Het is niet dat ik nu mega pluizig haar heb, maar ik dacht, ik probeer het gewoon en de handdoeken waren ook een beetje op. Ik ga nu slapen, dus ook gelijk een eindje breien aan deze vlog. Als je het leuk vond, abonneer op mijn kanaal en ik zie jullie maandag weer. Doei doei!